voorzitter, ook inhakend op dit punt. Ik zit toch wel met dat cameratoezicht. Bij mijn weten hangen in Nederland alleen maar camera's in de gevangenis. Ook Kamerleden werken onder een camera. Nou, daar gebeuren ook wel eens dingen mee waar mensen niet zo gelukkig mee zijn. In een gemeente kost het ongelooflijk veel moeite om op bepaalde plekken waar de openbare orde wordt verstoord, waar veel diefstal plaatsvindt, vechtpartijen, om daar een camera toegestaan te krijgen. En hier dreigt een complete beroepsgroep voortdurend onder cameratoezicht te worden geplaatst. Is de minister het met me eens dat het middel buitenproportioneel is? En is hij bereid om ook in Europa daar toch nog eens de discussie over aan te gaan? Excellentie. Ja, meneer de voorzitter. Ik begrijp de critiqueur van de heer Vlag. Maar ik moet ook eerlijk zijn. Er zijn wel meer sectoren die onder permanent cameratoezicht staan. Ik denk aan de slachthuizen. Ik ben laatst ook bij een slachthuis geweest. En daar worden wat permanent cameratoezicht gehouden. Waarin de NVWA ook realtime kan meekijken wat er gebeurt. Dat wordt ook uitgebreid. Hè. We hebben ook op verzoek van de VVD zijn we bezig met het uitbreiden van het cameratoezicht. Daar zitten ook privacyaspecten aan. En ik kan me best voorstellen dat de vissers daar zorgen over hebben. En dus als we het moeten doen, dan moeten we het wel goed doen. Maar het komt eraan. En we moeten kijken of we ook met goed onderzoek en pilots kunnen kijken hoe we dat op een goede manier kunnen doen, zodat het ook de zorgen van de vissers kan wegnemen.